RIVM en het KNMI doen ook vandaag nog onderzoek naar de verspreiding van rook- en roetdeeltjes na de brand in Moerdijk. De resultaten van alle metingen worden aangeboden aan de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Mogelijk worden de resultaten later vandaag bekendgemaakt. De brandweer in Moerdijk houdt uit voorzorg het terrein van het afgebrande bedrijf Chemiepak in de gaten. Zo kan snel worden ingegrepen mocht het vuur weer oplaaien. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid onderzoekt de oorzaak van de brand. Werknemers hebben tegen BN De Stem gezegd dat de brand is ontstaan bij het afvullen van een brandbare stof. Daarbij zou een vonk zijn vrijgekomen. 2 dagen na de brand zijn nog 2 bedrijven op het industrieterrein Moerdijk gesloten. De rest is weer open. Alex Pastoor en Feyenoord zijn in gesprek over verlenging van het aflopende contract van de Excelsior-trainer. Pastoor is in dienst van Feyenoord, maar is door de stadionclub op Woudestein neergezet als hoofdtrainer. De overheid moet snel meer investeren in het havengebied, anders wordt de groei van de Rotterdamse haven bedreigd. Dat heeft directeur Hans Smits van het havenbedrijf Rotterdam gezegd. Smits wijst op de aanleg van snelwegen die nu door de bureaucratie wordt vertraagd. De overheid zal volgens Smits ook meer moeten investeren in duurzame energie om in 2015 de CO2-uitstoot in de Rotterdamse haven te halveren.